We zijn vandaag in het Willem Broidiusbos in Heilo. En dit is echt een heel oud bos. Willy Brood zou hier geweest zijn. Volgens mij was dat 600-700. Heeft hij hier het christendom gebracht. En dat zou dan gebeurd zijn hier in dit bos. Als je ook loopt in dit bos, heb je echt wel het gevoel dat het allemaal heel oud is. Hele oude bomen. Hele dikke bomen. Het is echt een aanrader om hier eens heen te gaan. Het is echt een heel mysterieus bos. Althans, zo lijkt het. En dat komt dan voornamelijk door de mooie oude bomen die hier zitten. Midden in het bos staat een heuvel en er wordt dus beweerd dat die heuvel ook iets met Willy Brood te maken heeft, maar ja, dat is toch nog niet helemaal zeker. Het is in ieder geval wel zeker dat Willy Brood hier in dit bos heeft rondgelopen. Maar of die heuvel nou uit de tijd van Willy Brood is of niet, dat is nog niet helemaal duidelijk. Boven op de heuvel staat, heb je echt een prachtig uitzicht over het hele bos. En hier aan de rechterkant heb je de provinciale weg. Die gaat vanaf Heilo richting Alkmaar. Midden in het bos heb je ook een heel groot grasveld waar je lekker kan voetballen of recreëren. Tevens is het toegestaan om met je hond hier in het bos te lopen, loslopen. Dit was een kleine impressie van het Heiloerbos of het Willem Broidiusbos. Ik zal aan het einde van het filmpje wat coördinaten geven, zodat je dat kan ingeven in je TomTom en je de weg naar dit bos kunt vinden. Tot de volgende keer!